In het Centraal Station in Brussel hangen 8 kunstwerken met politieke trots aan de muren van het pop-up café van Radio 1. Een schilderij voor elke traditionele partij. Momenteel is het nog een groot geheim wie wat schilderde. Maar elke dag komt er een partijvoorzitter langs die het grote raadsel onthult. We hebben eigenlijk gevraagd aan alle partijvoorzitters. We hebben ze een blanco canvas gegeven. We hebben gevraagd, maak een schilderij waarop staat waar jullie voor staan op 25 mei. Eén regeltje was erbij. Gebruik alle politieke kleuren, omdat we het hier in dit kiescafé wilden onthullen. In het kiescafé wordt met een tas koffie gediscussieerd over zware politieke thema's. Maar de zware kant van politiek wordt ook even vergeten. De bezoekers genieten van de creatieve uitspattingen van de politici, terwijl hun oren verwend worden met live muziek. Ik vind dat inderdaad luchtiger wordt gemaakt, dat cultuur betrokken wordt bij de politiek. Ja, ik vind dat een heel tof initiatief. 23 mei is het de laatste dag dat je de kunstwerken kan aanschouwen in het pop-up kiescafé, want dan worden de kunstwerken geveild. De opbrengst gaat naar Kom op tegen kanker.